In mijn geval was het ook een gezinssituatie, dus je wil graag dat de gezin bijeen blijft. 17 jaar lang werd Marijn door haar jeugdliefde mishandeld. Mentaal, seksueel en fysiek. Mentaal vooral het kleineren, kleinmaken, isoleren, controle. Fysiek toch wel echt geweld, lichamelijk geweld. Dus dan hebben we het echt wel over klappen. Ja, seksueel lijkt me niet echt, daar wil ik die volk niet te diep in gaan. Nee, dat snap ik. Verschillende keren escaleerde de situatie en moest volgens Marijn zelfs de politie eraan te pas komen. Maar telkens keerde haar ex en vader van haar kind weer bij haar terug. Wat heeft gemaakt dat je er uiteindelijk uit kon stappen? Dat ik weer ging werken. En doordat ik weer ging werken, kwam ik weer onder de mensen. En toen kreeg ik een heel ander beeld wat mensen van me hadden als wat mij jaren was verteld, als wie ik ben. En toen dacht ik, hier klopt iets niet. Maar dat heeft me wel kracht gegeven om uiteindelijk de keuze te maken door dat sociale netwerk die ik weer creëerde voor mezelf, om uit de relatie te stappen. Haar eigen leven vervolgens weer oppakken was moeilijk. Marijn vond steun vanuit het project Maatje achter de voordeur van zorginstelling Movira. Daarin worden deelnemende slachtoffers gekoppeld aan ervaringsdeskundigen. Eigenlijk is dat ook ontstaan uit het idee dat we steeds meer gingen de waarde gingen merken van ervaringsdeskundigen en werken met ervaringsdeskundigen. Dus mensen die zelf geweldservaringen hebben, al een eind verder zijn in hun herstelproces en dan ook iets voor anderen kunnen en willen betekenen. Op die manier werd Marijn gekoppeld aan Jacqueline, die zelf in haar jeugd slachtoffer was van huiselijk geweld. Hallo. Hallo. Mijn eigen ervaring wou ik graag inzetten om andere vrouwen die zichzelf zeg maar kwijt zijn geraakt, om die te helpen in het proces. En dat loopt naar tevredenheid. Het project heeft me enorm geholpen, juist doordat ik alles alleen heb gedaan, ook 17 jaar lang, en niet precies wist bij wie ik terecht kon en je wereldje heel klein wordt. Dit project heeft mij geholpen in de zin van dat het zijn mensen die zelf ervaring hebben, ze begrijpen je, je voelt geen oordeel. In het begin heb je nog wel een gevoel van dat je je moet schamen, maar dat is niet nodig. Ze begrijpen je. En het is heel fijn om iemand te hebben op de weg naar herstel, om dat samen met iemand te bewandelen die jou begrijpt. Dat is echt heel fijn om te doen. Je bent een luisterend oor, je hebt wat adviezen, je loopt samen met ze mee. Ik heb een deelnemster gehad die bijvoorbeeld heel erg moeilijk vond zeg maar ergens te gaan koffie drinken of dat soort dingetjes te doen, hè, om er weer uit te gaan. Dus je doet ook dat soort dingen. En je ziet gewoon dat ze weer geloof in zichzelf krijgen, dat ze zichzelf terugvinden en dat ze sterker worden. Waar mensen heel veel baat bij hebben, is dat ze iemand naast zich hebben waar je eigenlijk maar een half woord bij nodig hebt. Die meteen snapt wat je bedoelt, die daar geen oordeel over heeft. Want dat is moeilijk, hè, bij huiselijk geweld. Heel veel mensen zeggen van ja, maar waarom ga je nou nog terug? Of waarom heb je toch weer die keuze gemaakt? Of waarom accepteer je dat zo lang van iemand? Deze maatjes snappen hoe dat kan, want die zijn zelf dat proces doorgegaan. Je kunt je afvragen, en dat zeg ik gewoon zodat je het aan de kijker ook uit kan leggen, waarom dat allemaal zo lang geduurd heeft, zeg maar. Wat is jouw verklaring daar nu bij? Het is toch een soort liefde die voor je daden voelt. In mijn geval was het ook een gezinssituatie, dus je wil graag dat de gezin bijeen blijft. En je gaat ook in een soort reddersrol, want je hoopt dat je hem kunt veranderen. En je ziet hem ook deels als een slachtoffer, want als je tot dat soort dingen staat en bij jezelf, moet je wel heel erg onzeker zijn om dat te doen. Dus dat komt ergens vandaan. En daarom heeft het zo lang geduurd dat ik uit die relatie ontsnapte. Omdat ja, je denkt dat je iemand kunt veranderen, alleen de keus ligt bij die persoon zelf om te veranderen. Verhalen als dat van Marijn zijn er veel. Vorig jaar waren er in Gelderland ruim 8.500 meldingen bij Veilig Thuis. 1.000 meer dan het jaar ervoor. Het is een gedeelte van de cijfers. Hè. Dat zijn de meldingen bij Veilig Thuis. En niet iedereen die met huiselijk geweld te maken heeft, meldt natuurlijk. Die schaamte is vaak nog groot. Het is vaak een groep die moeilijk te bereiken is. En daarom is het belangrijk dat wij overal ook echt laten zien dat we er zijn. En dat mensen een beroep op ons kunnen doen. Dat ze van harte welkom zijn. Toch is die groei nog niet vanzelfsprekend. Dat komt onder meer doordat de politiek steeds met eenmalige geldbedragen komt.
De oproep vanuit Movira aan gemeenten is dan ook om met structurele financiering over de brug te komen. Dan geeft ons dat die armslag nog veel meer. Dan kunnen we ook echt een plek opbouwen die we verdienen in Gelderland.